Geen stampot, gekookte aardappelen of gehaktballen zonder jus. Je maakt hem van het aanbaksel van een stukje vlees. Jus kun je het makkelijkst maken in dezelfde pan waarin je vlees hebt gebraden. Na het braden van bijvoorbeeld gehaktballen of biefstuk, haal je het vlees uit de pan. Giet dan zo'n 150 ml warme runderbouillon of heet water in de pan. Roer met een spatel de aanbaksels goed los en meng alles tot een jus. Laat de jus nog een minuut op laag vuur pruttelen en serveer meteen. Ook zonder vlees kun je jus maken. Smelt hiervoor 25 gram roomboter, voeg dan 30 gram bloem toe. Roer met een houten lepel tot alles goed is gemengd. Laat dit even op laag vuur garen om de bloemsmaak te laten verdwijnen. Voeg in delen ongeveer 300 ml bouillon toe of tot de jus de gewenste dikte heeft. Blijf steeds goed roeren om klontjes te voorkomen. Je kunt naar smaak ook peperkorrels of andere kruiden toevoegen.